En mensen gaan echt denken dat ik crazy ben. Hallo, mate. En nu is de vraag, stimuleer ik dit gedrag of niet? Hallo, ik ben Hannes Koedenies van Hannes Vlogt en Ugly Belgian Houses en zo. En de mensen van Steunpunt Geestelijke Gezondheid hadden mij gevraagd of ik een aantal vragen wil beantwoorden rond hoe ik me voel in deze tijden van corona. En de eerste vraag die ze stelde is, hoe voel je je? Ik moet zeggen, ik voel mij redelijk goed. Het gaat vlot, de eerste 2 weken van corona, de eerste 3 weken waren raar, waren vreemd voor iedereen, denk ik. Maar het is ongelooflijk hoe snel je adapteert aan een nieuwe situatie. We hebben een kindje thuis, we moeten werken. Mijn vrouw heeft hier een winkel onder. Het is een hele andere organisatie, maar eindelijk werkt het goed en ik voel me wel goed. Ik ben eigenlijk zelfs blij dat ik, niet blij, maar wel blij dat ik veel bij Ray ben, veel bij mijn vrouw ben. De band wordt toch ietsje intenser. Soms wil je er wel eens van weglopen en heb je nood aan wat me-time, maar gelukkig lukt dat dan wel doordat ik ga dan gaan lopen of zo, of met de auto even gaan rijden. Het zorgt er wel voor ook dat je gigantisch veel achtergrondgeluid hoort als je een vlog aan het opnemen bent, omdat Deborah was net boven aan het stofzuigen, en hier aan het springen en aan het roepen. Maar als ik moet zeggen welk gevoel dat er overheerst, is het toch zeker geen slecht gevoel, maar eerder een gevoel van strijdlust. Ja. Zin om ervoor te gaan, nog altijd. Dag Deborah. Hey. Voor wat ga je aan? Ik moet vragen beantwoorden van Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Oké. Okay. Dat is de vraag, hoe voel je je? Ja, wat is het gevoel dat je overheerst? Angst, machteloosheid, gelatenheid of strijdlust? Deborah. Eenzaam. Eenzaam? Echt? Oh, ja, schat. Ze mist mijn vrienden. Ze mist haar vrienden. Voor Deborah is het iets moeilijker. Deze periode, ja. Ik spartel er mij wel door. Ik kan ook best overweg met FaceTime, Zoom. Ik vind dat niet erg om zo digitale gesprekken te hebben. En ik heb er wel deugd van, maar Deborah vindt het echt niet fijn. En daardoor ja, zit je sowieso eenzamer als je die gesprekken niet doet. Swat, ik probeer goed voor haar te zorgen. De volgende vraag is of ik anders naar de wereld kijk nu. En hoe dat dan is. Eigenlijk niet. Vincent en ik, Vincent van Hooray, we filosoferen al regelmatig eens over het leven, over onze manier van werken, over hoe je ecologisch kan zijn en hoe hypocriet sommige dingen zijn. En het zijn altijd leuke discussies en ik ben ook dan nogal fatalistisch ingesteld. Vincent is positiever ingesteld, terwijl ik zo'n positieve wens ben, hè, maar op het gebied van zo de wereld, hoe hij bezig is met kapitalisme en hoe hij draait, hoe je die molen stopt. Ik zei altijd tegen mensen, er moet een ramp gebeuren. Wij moeten stoppen, want die trein rolt en je kunt het niet stoppen. En nu is die gestopt. En dan hoor je, dan denk je van, oké, dat is goed, de trein is gestopt. En je denkt dat zal verbetering brengen, maar het brengt niet echt verbetering, want ik hoor dat de uitstoot nog altijd minder moet zijn dan hetgene dat nu al verminderd is. Dus ja, binnenkort start veel weer op. En om dus die doelstellingen voor klimaat te halen, moeten we nog minder uitstoten dan dat we nu tijdens corona hebben uitgestoten. Dus dan denk je van, dat is echt compleet, compleet onmogelijk. En dan word ik wel weer een beetje fatalistisch. Dan denk ik van, kijk, het loopt zo en ik wil zeker mijn levensstijl aanpassen. En ik merk dat meer en meer mensen daar wel de zin voor hebben. Maar of het zal helpen, vraag ik me af. Dus de volgende vraag is of we nieuwe gewoontes ontwikkelen. Een chocolade. Echt weer al fatshaming, Deborah. Zeggen, ik eet wel meer chocolade, denk ik. Een nieuwe gewoonte is eten. Ik eet meer. Uit verveling? Nee, misschien heeft dat iets met emotie te maken. Ik rook ook niet. Ik probeer, ja, af en toe rook ik eens een sigaar. Cafeïneverslaving heb ik wel, maar dat had ik ervoor ook al. Red Bull, Coke Energy,
koffie. En nu is er nog chocolade bijgekomen en eten. Omdat dat, zo, dat zijn zo, stom om te zeggen, maar als je een hele dag gewerkt hebt, je kan je vrienden niet zien, dan is eten ergens een lichtpuntje. En veel wandelingen doen of gaan fietsen met rijden doe ik ook. Ik loop dan en rij fiets mee. En dan een gewoonte die ik heel graag terug zou willen oppikken. En ik ben ermee begonnen met het boek Een Klein Leven. Maar dat is deze boekenkast die ik al jaren verzamel. Veel boeken ervan gelezen, maar heel veel nog niet gelezen ook. En ja, ik heb dus eentje vastgepakt en we gaan er proberen weer aan te beginnen. Maar ik merk dat lezen met mijn short attention span moeilijker en moeilijker en moeilijker wordt. Jammer genoeg. Wat verandert corona aan je manier van werken? Eigenlijk niet superveel. Wij zijn sowieso al gewoon bij Hooray om van thuis te werken en op locatie te werken. Ik heb zelfs, er was een moment toen wij in ons andere kleine huis woonden, dat ik gewoon met mijn auto ergens naartoe reed. Ik plugde mijn MacBook in de auto in. Ik had er zo'n adapter voor en dan zat ik ergens in de velden op mijn hotspot te werken en dat ging perfect. En ik had daar rust. Dit is het enige wat werken niet zo moeilijker maakt. Rij, kom eens. Hier. Hier is de camera, niet hier. Hier. En maak het overkeur. Dat maakt het misschien ietsje moeilijker om te concentreren. En ook bubblegum. Ik heb maar wat bubblegum getoond aan jullie, toch? Je zo agressief. Ik heb bubblegum toch getoond aan jullie? Ja, je hebt dat getoond, dus... ja. Kijk, het gaat regenen. Nee, ja, we zijn toch binnen. Zeg, Ray, je papa probeert te werken. Dat is moeilijk voor papa ja, soms als jij hier bent. Ja, dat is moeilijk. Waarom is dat soms maar moeilijk? Waarom heb jij dan mij geroepen en roepen? Waarom is dat soms moeilijk als jij hier bent? Leg dat eens uit. Omdat? Ik stout ben. Stout? Nee, je bent niet stout. Je bent gewoon een kindje met veel, veel energie die eruit moet. En we hebben ook geen tuin, dus... Ja, bla, bla, bla. Ik heb geen tuin, maar dat is niet erg, papa. Doe dat keer weg. Oké. Ik niet. De camera stimuleert dit gedrag, daar ben ik wel zeker van. Maar... Dus ik moet misschien stoppen met het is goed, Ray. Het is goed. Ik was net aan het zeggen... Is het anders om te werken? Ja, het is anders om te werken, want jij bent hier in de buurt. Hallo, we zijn de Melkenpoel. De volgende vraag is, welke voornemens maak je voor na de coronatijd? Ik zou zeggen, als enige... Nee, twee dingen. Meer thuiswerken nog. Want dat werkt echt perfect en je spaart zoveel, zoveel traffic tijd uit. En ten tweede, vrienden, wij zijn sowieso al vriendenmensen die graag afspreken. En daar ga ik me volle teugen verder van genieten en misschien nog wat meer doen. En dus is het antwoord op de volgende vraag eigenlijk heel logisch. Wat mis ik het meest tijdens deze coronatijd? Dat zijn onze vrienden, het sociale contact. En dan, on a personal level misschien, het feit dat je dat nu verdacht is als je ergens naartoe gaat. Terwijl ik heel erg geniet van het cruisen en de vrijheid die ik in mijn auto heb. Dat vrij gevoel dat je de grenzen kunt oversteken, dat je vertrekt. Daarom, ik vind reizen met de auto heel erg fijn, omdat ik zo het gevoel heb van, ik ben weg en ik kan rijden naar waar ik wil. Ik ben onafhankelijk en dat mis ik nu erg. Nu voel ik me wel een beetje gevangen op dat gebied. Ook al weet ik dat we heel erg blij mogen zijn met deze lockdown light. En dan de laatste vraag, is er nog plaats voor humor in je leven? Zeker weten. Wij lachen hier wat af, wij amuseren ons. Ik denk dat dat een heel goede manier is. Ik heb dat geleerd van mijn vader ook, om dingen te relativeren. En ik heb het al 100.000 keer gezegd. Het is geen oorlog dat we inzitten. Dus we mogen echt van geluk spreken dat dit de immens zotte gebeurtenis is in ons leven. Ik weet, er zijn heel veel mensen aan het sterven, wat dat verschrikkelijk is. Het zotte is wel niet in onze buurt. Je hoort maar af en toe is daar. Hè. Dus het is nog niet zo dichtgekomen bij ons. Dus het heeft een beetje ook een raar gevoel en misschien disrespectvol naar mensen die het al heel dichtbij hebben gevoeld. Ik volg het wel, ik zie het op televisie, ik zie hoe schrijnend sommige dingen zijn, hoe mensen afscheid moeten nemen. Als ze in slaap gaan om kunstmatig beademd te worden en dat pakt me echt wel. Maar persoonlijk is het in onze omgeving nog niet toegeslaan. Ik hoop dat het ook zo mag blijven. En misschien daarom dat humor voor ons wel iets gemakkelijker is. Maar ik wens de mensen die er wel te maken mee hebben heel veel sterkte.